Een goedenavond allemaal. Ik weet niet of ik er al ben. Ja, daar ben ik. Zo. Hard aan het werk vanavond. Zo. Nou, ik ben er klaar voor. Ik hoop jullie ook. Want vanavond ga ik met jullie een landschap schilderen in aquarel. En daarvoor gaan we even ontzettend ook een beetje opschieten. Even alle dingen delen en dan zo, dat iedereen me makkelijk kan vinden. Dat is ook wel fijn. En dan gaan we lekker aan de slag. En dan gaat weer van alles. Het spookt een beetje op mijn Facebook, op mijn computer. Maar oké, okay, nee, daar komt hij. Ja, top, dan gaan we lekker aan de slag. Ik heb vanavond, ga ik jullie laten zien hoe je op een echt best wel eenvoudige manier dit landschap maakt. Het lijkt best ingewikkeld, maar als je straks de stapjes eventueel navolgt of goed bekijkt, dan zal je merken dat het op zich helemaal niet zo lastig is als het lijkt. Voor degene die elke week kijken, hebben jullie misschien wel gemerkt dat er geen foto geplaatst is dit keer. Ik heb wel een foto gebruikt als een beetje inspiratie voor de kleuren, maar niet voor de layout. Dit is, heb ik gewoon zelf getekend en dat kan ook heel makkelijk. En daar ga ik dan maar heel even mee beginnen om je te laten zien hoe je zoiets als dit tekent. Nou, daaroverheen is een beetje, het ligt een beetje ingewikkeld. Je begint aan de rechterkant. Ik doe dat echt snel. Het geluid valt weg, jongens. Dat ligt aan jullie eigen internet. Dat is nieuw van Facebook. Facebook is volgens mij hogere eisen aan internetverbindingen gaan stellen. En zodoende hebben sommige mensen dat geluid wegvalt, beeld blijft hangen. Maar daar kan ik niks aan doen. Tenzij iedereen ineens begint te roepen, dan gaat er iets mis. Maar ja, dat. De tekening. Eigenlijk zet ik gewoon hier een paar strepen neer. Als in, nou, dit is een beetje overdreven, dit worden bomen. Zo, ik schets dat een beetje qua vorm. Ik laat ze ook een beetje kruisen met elkaar. Hier een. En zo maak ik hier gewoon lekker een rechte. Laat die bomen wel een beetje van breed aan de onderkant naar wat smaller aan de bovenkant lopen. Dit is dus niet het beste voorbeeld wat er is. Maar dat komt omdat hier misschien splitst die wel. Deze strepen, dit kan iedereen. Daar moet je niet over inzitten. Het vraagt ook weinig bijzonders. Hier nog eentje tussen zo. En wat ik wel gedaan heb, is ze een beetje voor en achter elkaar geplaatst. Dan zie je hier aan de onderkant, en dat is wel belangrijk. Hier aan de onderkant zie je dat ik nu overal zo'n beetje gelijk geëindigd ben. Nou, dat wordt echt geeft een heel saai beeld. Dus wat doe ik? Ik trek deze boom. Die trek ik nog wat dikker naar de onderkant. Die laat ik daar wat verder. Dan trek ik deze, die laat ik weer wat meer naar onder uitsteken. En deze ook. Zo krijg je straks een effect, dat zal je hier ook zien, van bomen die voor en achter elkaar zitten. Zo. Dan heb ik aan de linkerkant nog een boompje. En daar maak ik maar een heel klein stukje van. Een dun stammetje. Met een kleine splitsing naar links en een kleine splitsing naar rechts. Zo. Met een kleine katapult. Nou, kind kan er wel eens doen, toch? Dat kunnen we allemaal tekenen. De rest komt allemaal later. Zo. Dan heb ik een horizon.
En die horizon die loopt een beetje in een bochtje, zo. Die heb ik een beetje rond laten lopen. En die kun je een klein beetje aangeven. Hoeft niet heel duidelijk. En dit is het. Dit is de hele schets. Het kind kan de was doen. Moet je gewoon lekker gaan proberen. Niet precies gaan tekenen. Je ziet een warboel aan lijnen hier. Die zie je straks lekker niet meer. Je kunt ze nog uitgummen. Als je zegt van joh, ik vind hier heb ik een veel te dikke lijn gezet. Een beetje weggummen. En dan vervolgens gaan we verder. En heb ik deze bomen in de masking fluid gezet. En ik heb dat van tevoren moeten doen. Want als we moeten gaan wachten tot de masking fluid droog is, dan worden we niet blij. Ik heb daarvoor deze masking fluid gebruikt. Deze die moet je even een beetje doorschuiven. Schudden. Ik raak helemaal afgeleid door al die help. Ik heb geen geluidberichtjes van jullie. Maar ik ga lekker doorratelen. Want dan kunnen jullie in elk geval terugkijken naar iets wat ergens blijkt. Ik heb deze masking fluid daarvoor dus dit keer gebruikt. En ik heb een oud penseel. Of een goedkoop penseel. Of een penseel waar je in elk geval geen waarde aan hecht. En een synthetisch penseel. Nou, dit is echt... die heb ik volgens mij ooit van school of zo meegenomen. Maar het is een synthetisch penseel te herkennen aan de witte plastic haren die erop zitten. Maar het is wel een redelijk zacht penseeltje. Lekker belangrijk. Het is gewoon rommel. En dat is de bedoeling. Want masking fluid maakt je penseel kapot. Dat is een beetje nadeel. Het gaat stuk. Maar de levensduur van je masking fluid penseeltje raakt wel verlengd. Als je ik heb hier een beetje afwasmiddel op. Een beetje je penseel van tevoren door de afwasmiddel heen haalt. En dan door de masking fluid aanbrengt. Ik heb in dit geval de hele stammen van de bomen inderdaad met de masking fluid aangebracht. Ik hoop dat ik het dik genoeg gedaan heb, maar volgens mij wel. En anders hebben we straks blauwe bomen, lossen we ook wel weer op. Maar die masking fluid, die brengt een laagje aan op mijn papier. En ja, zo kan je het wel een beetje zien. Zie je, er zit een soort rubberlaagje nu overheen. En dat is waterafstotend. Dus alles wat ik straks doe met de verf, daar merk je niks van. Pot water heb ik hier ook bij de hand. Die staat voor mij aan de verkeerde kant. Dus die moet even deze kant op. Zo. En dan gaan we aan de slag. Ik heb een achttal kleuren vanavond geselecteerd die ik wil gaan gebruiken. Die heb ik hier in napjes. Ik heb hier ook nog aan de linkerkant een palet liggen. Maar die past niet allemaal in beeld. Zo, even krabben. Op de link. En die ga ik er zo ongeveer bijna nu ingooien. Komt-ie. Als internet meewerkt. Zo. Drie, twee, één. Nou, ik hoor heel veel klachten over live-uitzendingen die haperen, die niet opstarten. Vooral onder de iPad-gebruikers. Dus misschien dat er een enorme bug zit in de iPad. Maar ik kan er echt niks aan doen. En het enige wat ik kan zeggen is, kijk hem terug. Als je echt iets heel leuks gezien hebt. Want bij terugkijken geeft hij geen problemen. Dat is echt heel jammer. Maar ja, ik weet niet waar het aan ligt. Of het nou aan Facebook ligt of aan de iPad. Maar ja, ik kan het ook helaas niet voor jullie oplossen. Vaak ligt het ook aan een iets minder sterke internetverbinding. En dan kiept hij er gelijk uit bij Facebook. Dus, maar ja, ik ga wel even verder nu. Want anders dan hebben we het daar heel wat tijd over. Als jullie straks misschien nog terug gaan kijken. Nou, ik begin met de lucht in dit geval. Die bomen, die laat ik voorlopig voor wat ze zijn. En de lucht, daar maak ik eerst alles nat voor. En ik gebruik om de boel nat te worden, gebruik ik deze Casaneo 490. In dit geval de nummer 2. Omdat ik best een aardig oppervlakje te bestrijken heb. Het maatje papier wat ik gebruik nu is een A5. Omdat als ik groter ga werken, ik dat zeker niet afkrijg in een lijf. In een uurtje. En ik jullie toch wel wat wil laten zien. Het is sowieso een uitdaging om deze te maken in een uur.
Maar goed, ik vond het trouwens zo leuk om te zien hoe ontzettend veel ARA's er deze week over Facebook gevlogen zijn. Het was echt zo grappig. Ik vond het zo leuk dat jullie er allemaal zo aan mee aan de slag zijn geweest. Dat maakt een mens toch blij, dan doe ik het niet voor niks. Mijn napjes, verf, die spuit ik altijd van tevoren even nat. Vind ik fijn. En ik heb hier een paletje, nog steeds een plastic palet. In afwachting van het porseleinen palet, die besteld is, toch nog niet leverbaar. Of nog niet binnen, laat ik het zo zeggen. Is hotpressed papier het beste? Op zich met masking fluid hoor ik wel eens dat inderdaad met masking fluid je het beste hotpressed papier kan hebben. Omdat het wat gladder is. Bij cold press dat is toch alweer wat ruwer. En dan maak je toch je papier wat makkelijker stuk. Ik gebruik eigenlijk bijna altijd hotpressed papier. Dat is heel persoonlijk. Maar ik ben wel een fan van de hotpressed. Dus, nou, ik heb mijn papier nat gestreken aan de achterkant. Ondertussen zit ik weer te kletsen en niet te smeren. Dus is die alweer aan het opdrogen. Maar dan, dat is fijn met dit penseel. Daar past zoveel water in. Even een sweepje en hij is weer nat. Dan gaan we verder aan de slag. Pak ik penseeltje nummer 6. En dan gaan we eens wat kleur mee aanbrengen. En ik begin met de Quinacridone Gold. Die heb ik hier in mijn handen. En daar breng ik een beetje van aan op mijn palet. In eerste instantie. Om even ook te kijken hoe fel mijn die gele kleur gaat worden. En die laat ik. Ik breng die in een soort halve cirkel. Zo aan op dat papier. En de verder rest laat ik hem lekker even lopen. Dan kunnen we straks meer pigmenten in aanbrengen. Stel je voor dat ik nu gelijk met de blauw aan de slag zou gaan, want er is best wel wat blauw in mijn lucht. Dan wordt mijn lucht groen. En waarom? Geel met blauw maakt groen. Dus, en dat wil ik wel even bewijzen, kan mij het schelen. Kijk, als ik hier nu die blauw erin laat lopen, zie je hier op die randen, dat wordt groen. Nou, eigenlijk wil ik dat niet, maar nou heb ik het al gedaan. Maar ik denk, ik laat jullie even zien wat ik niet wil. Daar hebben we het volgende op gevonden. En dat heet een toiletpapiertje. Dep dit even weg. Zo. Voor de herkansing. Maar ik heb even laten zien waarom je de geel en de blauw in een lucht niet direct naast elkaar moet zetten. Strijk de boel weer nat. Maar hoe dan wel? Nou, daar hebben we het volgende op gevonden. En dat heet roze. En in dit geval is dit de Quinacridone Pink. Daar moeten we niet veel van gebruiken. Want dat is een hele felle kleur roze. Maar wel een hele gave kleur roze. Zowel voor mixed media projecten als voor veel schilderingen gebruik ik. Gebruik ik die graag. En ondertussen probeer ik mijn lucht wel nat te houden. Dus ik strijk af en toe even wat langs de dingen. En aan die rand van dat geel zet ik wat roze. Aan de bovenkant. Hier onderin, daar komt straks nog veel meer kleur. En het is ook wel leuk om een zweempje roze in de lucht te zetten. Nou, en dit kan heel veilig. Want het wordt een soort oranje getint. En ik heb nog heel weinig pigment gepakt. Je kunt er best wat heftiger mee zijn. Maar dat is in het begin, als alles nog wit is, altijd wel een beetje spannend. Maar die geel, die Quinacridone Gold, die moet wel wat intenser, dus die pak ik nu uit het napje en ik ga ervoor. Dan zie je wat een intensieve kleur dat is. Als je dat zomaar gelijk aanbrengt, het is altijd even wennen met kleur als je dat aan gaat brengen. En tuurlijk, als het gaat drogen, dan wordt het allemaal weer wat minder intens. En ondertussen hou ik hem ook aan de randen wel eventjes nat. Dat is het enige, nat houden. Hier zat ook een schemering van dat geel. Dat doen we. Ja. Brengen we daar ook nog een zweempje roze aan. Dat zweempje dat komt straks helemaal goed. En nu naast dat roze kan ik wel het blauw gaan aanbrengen.
Hier is die een beetje verdwenen. Breng ik nog wat aan. En die blauwe die pak ik lekker direct uit het napje. Want ik heb de Cerulean Blue, chromium heb ik gebruikt nu. En die smeert best fijn. Maar dat is niet gelijk een hele donkere kleur. En waarom? Kijk, nu krijg ik geen groen. Want roze met blauw, dat maakt paarsig. En paarsig misstaat in de lucht helemaal niet. Daar kun je prima nog wat mee. Dus dit kun je prima zo in elkaar over laten lopen. Ik heb het gezien, Antoinette. Ik zag je berichtje voorbij schuiven op Facebook. Dat je die hematite. Die is echt gaaf. Die is met mixed media projecten ook heel gaaf. Voor gewoon schilderwerk. Ja, moet je er wel even goed aan wennen. Want er gebeuren allerlei magische dingen als je daarmee aan de slag gaat. Maar het is echt een coole kleur. Nou, hier in het midden laat ik mijn lucht wat lichter. Ga ik niet gelijk te veel pigment aanbrengen. Maar aan die randen, daar mag best wel wat kleur in. En ik breng hem niet helemaal naar de horizon, want hier komen nog bomen. Ik heb hier een druppel gemorst, omdat ik weer veel te enthousiast ben. Maar ook dat kan me niet schelen. Het is juist ook wel leuk als die kleuren een beetje spelen met elkaar. En wat het dan later wordt, dat zie je dan wel. Is er echt iets storends gebeurd, kun je het altijd nog corrigeren. Niet tot in de eeuwigheid natuurlijk. Hier breng ik lekker blauw aan. Hier komt straks weer een rijtje bomen, dus ik hoef niet helemaal naar beneden. En ik zwiep er nog wat water in, vooral op die overgangen. Nou, ik ben toch niet zo heel erg blij met die blauwe stip in mijn geel. Nou, die haal ik gewoon weg. Doei doei. Hier ook. Met een vochtig penseel, schoon penseel, dep je dat zo weg. Maar ja, heb ik hier weer de witte vlek zitten. Neem ik weer wat geel. En laat ik er weer wat geel in lopen. Het is een lucht. En luchten die zijn nooit egaal, gelukkig. Want dat maakt ze interessant, hè, dat ze niet egaal zijn. Zo, hier nog wat kleur. En dan heb ik nog de Burnt Orange. En daar gaan we ook nog wat mee aanbrengen. En zo poets ik in die lucht lekker wat kleuren erin. Ik vind wel dat hier is het allemaal wel erg vaagjes geworden. Dus ik maak nog wat kleur aan op mijn palet eventjes. En zolang het allemaal nat is, vloeit het allemaal prima in elkaar over. En als het niet meer vloeit, dan maken we het nat. Zo makkelijk is het eigenlijk. Ik vind hem hier nog niet helemaal lekker gaan, want ik heb daar ook misschien iets te veel en te enthousiast water toegevoegd. Beetje oranje erin langs de rand. En dan gaan we nog wat van die pink erin gooien hier. Beetje meer kleur. Zo dat blauw in. En als je die roze en het blauw in laat lopen, nou, dat maakt allemaal niet uit. Dat kan prima. Maar als je dat met de geel doet, dan krijg je een groene lucht. En dat kan. Maar dit sfeertje, daar past het niet bij. Want een groene lucht, ja, dan hebben we toch wat te maken met ernstig onweer. En dit is juist wel een vrolijk ding. En zo. Beetje dat lijntje daar wegwerken. Ik heb hier blijkbaar weer met geel zitten knoeien. Zo, niks meer van te zien. Ja, en dan heb ik nog wat indigo. En de indigo, die ga ik gebruiken om nog wat donker aan te brengen. Die indigo is een hele donkerblauw. En die gebruik ik eigenlijk bij alles. In schaduwen, as, sneeuwkleur, ja, noem maar op.
En die laat ik hier stiekem toch een beetje in die geel lopen. Ja, ik heb lef. Doe dat gewoon. Dit is vooral spelen en durven spelen. Er is geen goed of fout. Je moet ook zeker thuis niet gaan zitten proberen om precies na te doen wat Ilse doet. Want ik heb hier eerlijkheidshalve ook een voorbeeld voor mijn neus liggen. Als een beetje houvast tijdens zo'n live. Dat als het fout gaat of je het even niet meer weet. Dat je toch even een beetje kan kijken wat je ook weer had bedacht en uitgesproken. En zo. Nou, en zo breng je steeds wat meer kleur aan. Of je haalt wat kleur weg. Maar zo heb je al best wel snel een gave lucht. En als je nou denkt van het wordt toch een beetje te strak, kun je altijd nog een beetje water sprayen. Om die kleurtjes weer wat te laten verlopen, om er een beetje een effectje in te krijgen. Net zoals hier, weet je, hier loopt hij gelijk mooi uit. En dan kun je hem met je penseel zo weer een beetje manipuleren. Je kunt het allemaal weer een beetje met elkaar vermengen. Niet te veel en altijd een beetje uitkijken dat je blauw niet overal je geel inloopt. Je kunt zelfs nog zeggen, oh, nou, ik voeg nog maar wat kleur toe, want waarom heb ik hier eigenlijk zo weinig roze? Of hier mag hij nog wel wat donkerder voor mij. En daar is zo'n waterspray ook echt heel handig voor. Hier ook, in het midden. Laat maar vloeien. Maar spuit nooit met die waterspray zo van dichtbij op je papier. Want dan spuit je je kleuren alle kanten op. Altijd nevelen vanaf een afstand. En wat voor afstand heb ik het dan over? Nou zeker 25 centimeter zou ik zeker aanhouden. Zitten er in de lucht ook wel eens van die vliegtuigstrepen of wolkenvlekken. Die kun je met een penseel, hij is nu erg nat, kun je die erin maken. Zorg dat mijn penseel dorst heeft, dus een droog penseel, nagenoeg droog. En dan kan ik zo hierin een streep maken. Deze is een beetje te, maar het verloopt ook wel weer. Ja, zo kun je door het nat te houden, daar steeds wat mee doen. Ik laat dit nu drogen, want ik ben nu al redelijk tevreden. Hier moet je niet van schrikken, want het lijkt een bijna zwarte vlek. Maar als dat straks opdroogt, dan valt dat niet meer zo op. Maar zo'n plas duurt lang voordat het opdroogt. Dus met een penseel, een redelijk droog penseel, dep ik hier even in de hoek. Om dat een beetje weg te halen, die plasjes. En dat heeft... Normaal zou ik dat gewoon laten drogen, maar omdat het nu live is en ik straks ook weer verder wil, moet het wel een beetje droog gaan worden. Want anders moet ik te veel met die heat tool. En heat tool en masking fluid vinden elkaar niet zo leuk. Hoewel ik eerlijk moet zeggen dat ik er niet zo heel veel problemen mee heb met deze masking fluid. Maar misschien wel als ik het dagen laat zitten. Maar... Dit is gewoon een gezellig lichtje. Ik heb wel heel veel geel in vergelijking met mijn originele voorbeeld. Maar we doen het gewoon. Ik vind het allemaal prima. Maar je kunt zo inderdaad met groen ook een noorderlicht maken. Ik heb nu heel veel geel, maar dat had met groen had dat net zo goed gekund. Dan gaan we even een slokje nemen en dan gaan we even aan de sneeuwkant iets doen. Hier aan de onderzijde. Zo. Ik krijg van dat gepraat altijd dorst. Ja, en die sneeuw, daar werk ik mee met de indigo. Maar ik voeg ook heel klein beetje wat andere kleuren toe. Als eerste ga ik gewoon snoeihard hier met de neutral tint trouwens. Die heb ik hier nog in zitten. Zo. Begin ik eerst hier bij dat kleine boompje even een lijn te zetten. Zo, gewoon op. En die loopt zo die bomen in hier. En die poets ik hier aan de onderkant, poets ik die wat weg. Je kunt ook mijn grote nummer 2 penseel nemen. Om gelijk de hele boel nat te maken hier. Maar de bovenkant laat ik droog, want dan krijg ik een scherpe lijn. En in dit geval wil ik die. Want doordat ik hier een scherpe lijn heb lopen, krijg ik daar gelijk een illusie van een sneeuwbergje.
Die boom die staat op dat sneeuwbergje en daarachter is een andere ruimte, een andere diepte. Dat zien jullie denk ik wel. Kan ik nog wat kleur oppakken, maar niet te veel met die grijs, om de voorgrond te doen. Maar liever indigo. En ja, je kunt deze, ik gebruik ze vaak om de boel nat te maken, maar je kunt deze prima gebruiken, echt fantastisch gebruiken zelfs, voor wassingen. Zoals ik dus nu doe. Met heel weinig kleur maak je een achtergrondkleur. In dit geval de voorgrondkleur. Maar het is een egale kleur. Die indigo, die gebruik ik nu. Die zet ik hierin. Zo. Ik zet de indigo vaak aan de randen wat donkerder. Want dat is mooi namelijk als ik deze tape weghaal. Over die tape heb ik zo ook nog wat te zeggen. Want ik heb nieuwe tape. Want er waren wat mensen die zeiden tegen mij, Eels, die paarse tape is steeds niet op voorraad. Maar ik heb nu een ander merk. En die gebruik ik. Ik ben er tot nu toe erg positief verrast over. Zo. De voorgrond heb ik in dit geval ietsje donkerder. Je kunt daar ook in met een penseel nog weer wat weghalen. Maar dat geeft helemaal niks. Als dit straks allemaal eraf is, dan denk je, oh, ziet er gaaf uit. Prima. De achtergrond, ik heel even kijken, dat gaat lukken. Dan maak ik hier ook alvast een lijn. En dan pak ik toch weer dat grote penseel. Want dat gaat toch wel lekker. En die loopt namelijk gelijk mooi de omgeving in als ik dat aanbreng. Ik begin weer aan die bovenrand. En dat laat ik er zo inlopen. Is dat nou niet veel blauw? Valt echt wel mee. Want die indigo die droogt nog heel veel lichter op. Als dat die is. Maar je kunt natuurlijk ook door er weer een paar keer overheen te poetsen met een penseel weer wat weghalen. Maar ik vind het voor het speelse effect wel leuk. Als je een klein beetje die luchtweerspiegeling ook hebt in die sneeuw daarachter. Dus ik heb heel licht, en dat moet heel licht zijn, een zweempje roze erin gedaan. En een zweempje van die quinacridone gold. Dan lijkt het namelijk ook een beetje alsof de zon schijnt op jouw sneeuwstuk. En ja, dat is een dingetje in die indigo, want dat wordt een klein beetje groenig. Maar dat geeft niet. Wil je dat absoluut niet, dan zal je wat kleur weg moeten laten. Maar ik vind het zo prima. Nou, dit is het begin. Nu moet ik hem heel even een beetje gaan droogblazen, want ik wil de boompjes maken. Nee, gaat wel. Ik denk dat die droog zat is. Want in het begin, als ik de boompjes maak, mag dat best wat uitvloeien. Ik doe de boompjes met Undersea Green. Zo. Ik breng eventjes weer wat daarvan aan op mijn palet. En voor die boompjes gebruik ik een penseel. Of allereerst eigenlijk een beetje een waszinkje. Die boompjes wil ik zo hier. Dit moet boom worden ongeveer. Dus dat maak ik eerst groen. Om alleen maar even het vlak aan te geven. Want dit is, nou ja, veel te lief. En doe ik hier ook, geef ik even aan waar ik ongeveer die bomen wil gaan hebben. Zo. Met de Undersea Green. Hier langs de horizon doe ik dat ook. En strakjes wordt dat allemaal veel donkerder. Maar er zit nu een groene zweem. En dat is prima. Die mag er zijn. Die maak ik een beetje droog.
oren dicht. Zo. Dan heb ik een mooi nieuw penseel. Heb ik. Dat is deze 5519 van Da Vinci. En ik zal je laten zien. En dan haal ik hem even. Daar zitten twee lagen haren op. Dit is een echte harenpenseel. De kern hier, dat is van Martyr Haar. Die is wat steviger. En elastisch. Kijk, die zwiept lekker heen en weer. En de mantel die hier omheen zit, is van eekhoornhaar. En dit is een heel fijn penseel. Ook een prijzig penseel in verband met de echte haren en de maat. Want het is maat 10. Maat 10 is een dikkerd. En, hey broer. nou, dit is een aardige joekel van een penseel. Maar dat zorgt er ook voor dat ik dus met dit penseel hele mooie lijntjes kan zetten. Met het puntje. Maar die mantel die houdt mijn punt constant vochtig. Waardoor ik er heel lang mee kan werken. En dat is echt heel fijn hier bij deze. Want nou ja, je kent het wel. Ik kan ook met een penseel nummer 1 dunne lijntjes trekken. Maar die dunne lijntjes. Die zijn. Nou ja. Heb je 5 centimeter gedaan. En dan is je vocht op. En dat heb je bij dit penseel dus niet. Ik heb net. Even voor de grap. Op een blaadje een slingerde slang getekend. En dat is 1 keer dopen. En dan gebeurt er. Ik hoef verder. Ik kan al die strepen. Die heb ik in 1 beweging heb ik die gedaan. En mijn stoel zakt in elkaar. Dat is ook fijn. En zo. Daar is dit penseel heel fijn voor. Dus je kunt echt lekker achter elkaar doorwerken. Met die verf. Dat wil ik natuurlijk ook laten zien. Ik werk nu met dit penseel uit het napje. Met de Undersea Green. En ik ga die boompjes die ga ik hier vorm geven. En die scribbel ik er een beetje in. En het werkt makkelijker met dit penseel. Als je wat aanmaakt. Wat verf. Dus dat ga ik hier even doen. Zo. Want dan kun je het makkelijker opnemen. Zo. Je mag daar even blijven. Sorry. Dan neem ik water op hier. En die bomen. Ik zorg er ook voor dat ik boomtopjes heb. En die ga ik in laagjes aanbrengen, die bosjes. Hier ook. Dus de zaak dat steeds donkerder gemaakt wordt. En ik heb nog steeds zo ontzettend veel vocht in mijn penseel zitten. Meer vocht dan pigment. Dus af en toe pak ik wel wat nieuw pigment erbij. Het penseel heeft voorlopig geen water nodig. Alleen pigment. Hier ook. En dit moet donker gaan worden. En zoals jullie zien schiet dat nog niet hard op. Want dit is nog veel te groen. Dit moet echt een stuk grijzer gaan worden. Maar dat komt vanzelf. Laagje over laagje over laagje. Zoals met aquarel gebeurt. Pak ik de neutral tint erbij. Toveren met kleuren, ja dat is het ook. Je moet er gewoon mee spelen. Je moet maar zien wat er gebeurt. Met die neutral tint ga ik weer in mijn bomen. Hop. En ik breng daar weer wat aan. Ik moet over dit penseel nog zeggen, hij is de pre-order op de website. En voor degene die echt ook, want ik weet dat er onder jullie ook mensen zijn die echt waarde hechten aan echte harenpenselen. En daar is absoluut een hoop voor te zeggen, maar eind januari of volgende week misschien al, of misschien zelfs nog deze week, want die is ook besteld, is ook de Castaneo variant. Van dit penseel leverbaar. En die is wat voordeliger. En gemaakt uit synthetisch materiaal. Dus voor degene die dan juist hier moeite hebben met
dierenharenpenselen, is dat een mooi alternatief. Helaas waren ze vandaag nog niet leverbaar, maar ik had wel deze live gepland staan. Dus zodoende noem ik het even, is dit penseel wat ik nu heb per pre-order al te bestellen via die link die ik eerder in de chat heb gezet. En komen de anderen van de week, hou daarvoor de site even in de gaten of de Facebookgroep. Komen de andere penselen dan beschikbaar? Want ik vind dit wel echt een penseel. Zeker als je landschapjes wil gaan schilderen en met lijnwerk iets wil gaan doen. Het is wel een penseel wat je eigenlijk niet wil missen. En straks bij met de bomen. Ik heb nog steeds namelijk geen nieuw water gepakt. Ik heb hier minstens al 4 lagen boom op aangebracht. Maar nog steeds met hetzelfde water in dat penseel. En van welk merk penseel is dit? Van Da Vinci. Ik gebruik bij de duif alleen maar Da Vinci penselen. Even oren dicht, een klein beetje droog blazen. In verband met de tijd doe ik dat dus met de heat tool. Ik vond het toch wel heel leuk om een landschap te maken. En maar ja, het kost allemaal. Het gaat allemaal zo een uur zo snel voorbij. Dat is echt bizar gewoon. Dat misschien als je zit te kijken niet hoor. Maar als je bezig bent, dan vliegt de tijd. Hier aan de onderkant laat ik die bomen een beetje vervloeien. Die sneeuw in. Een klein beetje. Niet te veel, want anders wordt het hier een groen bad. Dat moet natuurlijk niet. Maar ik poets die rand een klein beetje weg. En straks met de indigo maken we daar echt de schaduw in. En je ziet, ik heb met dat puntje hier heb ik wat boompjes erin geskribbeld. Je ziet nu ook dat door die donkere neutral tint eroverheen te doen, dat ik veel meer een bomeneffect al krijg. Dan zou ik met groen... Oh, toch, sorry. Alweer tegen die camera aan. Dat krijg je met lange stelen. Elke week weer. Met groen, pak even wat pigment. Nog een laagje kunnen aanbrengen. En dan zou je kunnen zeggen van joh, nu ga ik echt een beetje die bomenvormen erin zetten. Op sommige plekken. Maar ga ze niet te precies doen, want het zijn natuurlijk wel schaduwplekken. Zo, dan doe ik dat aan de andere kant ook. Even alleen maar wat pigment pakken. Geen water, helemaal niet meer nodig. Dus ik kan lekker alles gebruiken wat in die penseel blijft hangen. Rechtstreeks naar de favo's. Nou, ik ben benieuwd of ik nu net zoveel landschapjes en zonsondergangen deze week zie voorbij komen als die ARA. Want... ik vond het echt zo ontzettend leuk om te zien dat jullie er zo enthousiast van waren. Dat, nogmaals. Maakt ook dat ik het niet voor niks doe natuurlijk. Zo. En je ziet hoe mooi die lucht eigenlijk ook opgedroogd is op mijn papier. Je ziet hier die diepte er al in komen. En je ziet grijze vlekken wat een boom voor moet stellen. En dus is het nu wel tijd om naar die bomen te gaan. Ik spoel mijn penseel nu uit. Want ook voor de bomen gebruik ik dit penseel. Zo. Nu moet mijn werk droog zijn voor ik dat masking fluid eraf kan halen. En ik moet zo ook nog heel voorzichtig zijn. Want ja, masking fluid maak je beter voor de zekerheid niet heet. Maar ja, ik heb geen keus. Want als ik nu met nat papier die masking fluid ga weghalen, dan maak ik sowieso vieze vlekken met mijn gummetje die ik daarvoor gebruik. En vervolgens trek ik mijn papier kapot.
Heel simpel, want ik heb een cellulose papier gepakt hier, maar dat zal met katoenpapier waarschijnlijk net zo hard gebeuren. Je trekt het stuk als het nat is. Want het papier is hartstikke zwak als het nat is. En ja, het is aquarelpapier, maar ook dat vindt het niet leuk als je er grof mee omgaat als het nat is. Dus ik maak hem echt even droog. Je zou denken dat hij droog is, want dit is voor mij wel het spannende moment. Want als ik nu hier op dit moment thuis zou zijn, zou ik hem lekker laten drogen. En dat ga ik jullie ook adviseren. Laat hem even lekker een paar uurtjes liggen. En ja, dat is vervelend, want dan kan je niet verder. Nou, dan kan je maar één ding doen. Aan de volgende beginnen. met zo'n, lijm. Het is een lijmgum. En waar kan je het beste lege napjes kopen? Bij de Duif. Ik zit bij de Duif hier. En Hobby Complete Duif heeft lege napjes in het assortiment. Dus met die lijmgum ga ik heel voorzichtig over die masking fluid. Nou, je ziet al, het blijft al hier plakken. Dus ik trek al met gemak zo een stuk eraf. Ik kan ze niet vinden. Ik ga zo zoeken voor je, ja? Want ze staan inderdaad niet bij de link van vanavond. Ik zal dat volgende keer doen. Want ik denk over napjes nooit zo goed na. Dat is een beetje dom eigenlijk. Napjes en napjesdozen. Maar ik ga zo een link zoeken. En inderdaad, pompom, wordt dit ook wel een snotje genoemd. Maar het is gewoon een lijmgum. En het wordt een snotje genoemd omdat het er een beetje gek uitziet. Maar je kunt hier dus heel mooi die masking fluid mee weghalen. En tadaam, daar komt een witte streep tevoorschijn. Nou, ik ben voorzichtig, omdat ik nu op dit moment natuurlijk niet wil dat ik de boel kapot trek, want dat zou gewoon jammer van de lijf zijn. Maar ik wil wel. En zo. Dus ik doe dat heel langzaam en met beleid. Je hebt ook van die rubberen penselen, daar kan het ook mee. Dat klopt. De color shapers, die gebruik ik vooral voor kleine stukjes. Ik vind voor, als ik deze nu hier ga gebruiken, dan heb ik er gelijk even een hele lange punt. Maar sowieso moet ik moeite doen om het los te krijgen, omdat die erg flexibel is deze. Ik heb deze toevallig bij de hand, maar er zijn natuurlijk verschillende van, maar deze voor die grotere oppervlaktes vind ik deze fijner. Maar ik weet, want ik deed bij die sneeuwlandschappen met de color shapers zelf. En dat is dan weer fijn voor kleine stukjes. Nou, hup. Trek het er zo af. Maar goed, ook die masking fluid, die moet even drogen. En dat was de reden dat ik dat dus al van tevoren heb gedaan. Want ja, anders zitten we in de lijf ook nog weer te wachten op de vloeistof die moet drogen. En dan, dat wordt een beetje een saai verhaal. Nou, hier aan de onderkant weer even voorzichtig losmaken. En je merkt op een gegeven moment blijft dat hele stuk, dat blijft vanzelf aan je gum plakken. En dan kun je hem voorzichtig lostrekken. Hier is hij wat dunner en dan wil hij niet. Je kunt ook dat pakken. En dat lostrekken wou ik zeggen. Maar dit wil niet los. Zo kunnen dat mijn papier daar nog nat is. Maar ja, daar zien we dan straks de effecten van. Want dan krijg ik van die raar uitgevloeide verf. Ja. Zo makkelijk als die daar ging, zo moeilijk gaat die hier. Het is hier inderdaad nog nat. Even hier deze weghalen. Deze prachtige katapult. En zo. Maak hem straks mooi. En zo.
mag je ook gewoon je vinger gebruiken. Ja, mijn ervaring is, als ik mijn vinger gebruik, dat ik toch vlekken maak. Dat ik dan toch toch een beetje in de inkt kom. En de smeersels van je huid, die komen toch wat mee op je papier. Waardoor ik het niet fijn vind om het met mijn vinger te doen. Maar er zijn mensen die doen dat. Ik vind het niet fijn. Op de een of andere manier presteer ik het altijd om vieze vingers te krijgen. Nou, wie vaker kijkt, die heeft mij bijvoorbeeld vorige week van mijn pampastel zien werken. Dat was ook zo'n mooi succesverhaal. Ik was van boven tot onder paars. Nou, hier zit nog een klein restje. Sorry voor dit saaie gebeuren, maar ja, het moet nou eenmaal eventjes weg. En dan gaan we nu vooral de neutral tint zijn werk laten doen. Ik heb alweer dorst. Even. Oh, wat ik niet nodig heb, doe ik even weg. En nog even een slokje. Hoe bepaal je zonder referentie alle schaduwen? Uit mijn duim gezogen. Ik snap het idee van de zon wel, maar dan zijn er nog ingewikkelde schaduwen. Nou, weet je wat mijn regel is? Ik heb gedacht, de zon komt vandaar, dus alle schaduwen vallen die kant op. Dus ik heb een diagonaal bedacht in mijn hoofd. En die schaduw, die loopt hier, die loopt daar. En die lopen allemaal die kant op. En dat heb ik gedaan en dan komt het gewoon geloofwaardig over. Maar ik heb ook maar wat gedaan. Ik heb het ook maar zelf. Maar je kunt niet deze schaduw daarheen laten vallen, deze schaduw daarheen. Dan wordt het een rommel. Oogt niet fijn. En ja, als je in het bos staat, dan zie je dat soort dingen soms wel. Maar als je dat zelf gaat doen, het oogt niet fijn. Dus alle schaduwen dezelfde richting op laten lopen. Maar ik doe het zo nog voor, hoor. Zo, alweer een slokje. De laatste restjes weg. Dan gaan we verder schilderen. En ik pak daarvoor allereerst eventjes een gewoon penseeltje. En een beetje neutral tint. Die heb ik hier nog op mijn palet zitten. Lekker opgepareld, want het is een plastic palet. Maar ja, dan ga je een beetje van boven naar onder zo en dan heb je alle kleur weer bij elkaar. Maar een porseleinen palet, daar gebeurt dat niet bij. Een zwart stipje, weg ermee. Nou, dan ga ik één kant van die boom ga ik grijs maken. Die heb ik hier mijn penseel Casaneo nummer 4. En die ga ik hier er even inzetten. De onderkant van die berkenbomen, die is donkerder als de bovenkant. Vervolgens vaag ik dat een beetje uit aan het randje. Nou, dat is een beetje overdreven, maar dat geeft eigenlijk niet. Maar niet te veel, want het mag een beetje speels worden in die bomen. Dus daar niet te moeilijk over doen. Nou, deze. Hier loopt een tak. Deze tak die heb ik hier die heb ik wit gelaten. Dan gaan we als eerste gaan we hier een grijze schaduw inbrengen. Die laat ik een beetje die boom inlopen hier. Zo. Dan wordt die onderzijde van deze stam ook grijs. En dan komt de diepte tervoorschijn. Beetje natter langs. Zo. En zo gaan we de laagjes aanbrengen. Eerst even grof, zodat je goed kan zien hoe die bomen ook weer voor en achter elkaar lopen. Ondertussen zijn er twee katten vervelend aan het doen op de bank. Dus als jullie straks een kreet horen, dan is het weer zover. Deze hier, die maak ik eerst helemaal donker hier. En dan zo. Een beetje nattigheid langs de rand. En dan krijg je dat diepte effect er alweer in. Tommy. Ik had wel ook aandacht. Zo maken we eerst het onderscheid even tussen al die bomen. Hier ook langs die rand bij die tak. Deze tak die loopt voorlangs. Maar deze die wil ik weer wat meer zo hebben lopen. Die komt van de achterkant af. En zo maak je één kant van die boom maak je grijs. En dan krijg je gelijk al zo'n diepte erin.
Ik hoop dat dat zichtbaar is, maar ik denk het wel. Deze hier. Die boom ga ik hier ook. Zo. Ik merk wel dat ik er heel rot voor zit. Maar goed. Beetje vocht er langs. Hups. Dan vloeit hij wat mooier over. Ja, de katten doen zeker lelijk. Die zitten elkaar af en toe. De ene keer liggen ze super lief bij elkaar. Wel een zeldzaamheid aan het worden. Maar het worden oude chagrijntjes gewoon af en toe. Dan zitten ze elkaar gewoon dwars. Dan ligt de een op de bank en dan wil die ander daar liggen. En dan vervolgens peert de ene hem en dan wil die ander er ook niet meer. Want dan is het niet meer leuk natuurlijk. Het zijn net, net kleine kinderen af en toe. Maar goed, genoeg over die katten. We waren aan het schilderen. Ja, eens even kijken. Dan gaan we deze donker maken. En die onderkanten van die bomen, die maken we zo meteen nog veel donkerder. Dus ja, ik kan dit wel even zo hop, helemaal donker maken. Die onderkanten doen we zo meteen. En je ziet, ik heb een hier. Loopt dat een beetje elkaar over, omdat ik hier net met mijn penseel de boel nat gemaakt heb. Maar goed, ja, deze. En je ziet dat ik zoveel mogelijk alles aan de rechterkant donker maak. Je kunt ook de linkerkant nemen, maar doe dan overal de linkerkant. Behalve bij deze boom, omdat deze die knakt zo. En dan komt het licht natuurlijk van bovenaf en dan is de bovenkant van die boom weer donkerder als... Dus vandaar dat ik hier aan de linkerkant zit bij deze. Dat is een dingetje dat bedacht ik eigenlijk zelf. Of het allemaal klopt? Geen idee. Vind ik het wat? Ja, prima. Dus ik volg altijd een beetje mijn eigen regels. Nou, hier ook. Grijs erlangs. Klein met die een beetje langs de rand zo. En de laatste, grijs erlangs. En je ziet dat ik nu al veel meer diepte in die boom heb. Ja, nog lang niet wat het zijn moet. Maar dat maakt niet uit. De onderkant van die boom, die is donker. En daar maak ik dus met die neutral tint de onderkant donker. Zo. En dat doen we gewoon zo. En dan doe ik er een beetje ook burnt umber doorheen. Heel klein tintje bruin. Niet te veel, maar gewoon een laagje. Hier ook. En zorg dat als je dit aan het inschilderen bent, dat je niet per ongeluk weer de neiging hebt om al die bomen op één lijntje te gaan schilderen. Deze moet wel wat naar beneden, want anders staat hij buiten mijn randje hier. Maar zorg er wel voor dat ze verspringen van elkaar. Beetje bruin erin. Zo. En de volgende. En nu vervaag ik geen randjes. Ik laat dit gewoon zo gaan. Deze, die is zelfs in zijn geheel behoorlijk donker. Je gaat nog een laag overheen hoor, straks. Dat zoveel tijd gaan we waarschijnlijk niet hebben. Maar ja, ik, aan de andere kant ben ik nog wel even lekker bezig. Dus zolang jullie nog willen kijken. We zijn niet met heel veel vanavond, maar er was overal weer van alles te doen. Of misschien zijn landschappen ook minder leuk, dat kan natuurlijk ook nog. Maar ja, zo is voor elk wat wils. Ik vond deze namelijk fantastisch om te maken. En vooral omdat het zo simpel is. Je hebt zo snel een leuk resultaat. Hier, je ziet wel echt zo
ja, die boel tot leven komen. Dat het al een echt landschap aan het worden is. Deze boom zit erachter. Dus die mag hier op die grens best wel wat donkerder worden. Je kunt zelfs wat grijs direct uit het napje hier aanbrengen. In het nat naar beneden trekken. Hier ook. Er mag gewoon best wel wat donkers in die onderkanten. Je ziet het. Het droogt op. En het is al gelijk een heel stuk lichter. Maar wees maar voorzichtig. Maak maar laagjes. Want juist met die laagjes krijg je het meest fantastische effect. Zo is het gewoon. Jij kan echt toveren met penselen. Maar dit, Mirjam, kan jij ook. Dit is niet toveren, dit is gewoon lekker spelen. Er zijn geen regels. Breng wat kleur aan. En ja, de schaduw aan één kant, dat is een regel. Daar moet je rekening mee houden. Beetje bruin in je grijs. Nou, neem dat soort tips mee als je dit gaat uitproberen. Want dat maakt het interessant. Zo is het gewoon. Dan gaan we weer terug naar de dikke sleperpenseel, want het is een sleper. En met die sleper ga ik de takken maken. En dan pak ik gewoon uit het napje, want ik heb het napje ondertussen aardig vochtig gemaakt aan de binnenkant. Pak ik, noem het eens, de neutral tint. En ik ga takken neerzetten. En daar is dit penseel echt fantastisch voor. Hoef je niet moeilijk te doen. Gewoon strepen trekken. Wat wel handig is met die takken, is dat je ze een beetje van dik naar dun laat lopen. Dan krijg je een natuurlijk effect. Ja. En zijspoortjes, lijntjes. En daar is dit penseel echt fantastisch voor. Ik kan het niet anders zeggen. Ik weet, er zit een prijs aan dat ding. Maar voor wie echt, echt serieus met de schilder aan de slag gaat, kan ik hem echt van harte aanbevelen. Want je kunt er dunne, dikke, alles. Als ik hier nu heel hard op. Oh nee, heel hard. Als ik hier nu op kracht op zet. Krijg ik een dikke streep, maar ik kan er dus ook van die hele dunne strepen mee zetten. Gaat zo ontzettend makkelijk. Dus voor bomen is die echt fantastisch. Dus ligt jouw liefde bij de landschappen? Of de dierenharen? Laten we die ook niet vergeten. Daar heb ik nog niet echt veel mee gedaan, omdat dierenharen is een intensief karweitje. En dat red je niet in een uurtje. En zo laat je die takken voor, achter, over, door elkaar lopen. En die penseel die blijft wel nat. Helemaal fantastisch. En als die dan een keer opdroogt. Nou, dan dep je hem weer in het water. Wat belangrijk is als je die takken aanbrengt, is dat je die gewoon overal overheen laat lopen, doorheen laat lopen. Oh, sorry, daar gaan we weer. Daar moest ik toch eens wat op verzinnen, maar ik weet niet wat. En zo. Kleine takjes, dunne takjes. Deze mag nog heel wat dikker gaan worden aan de onderkant. En zo bouw je dat op. Tot je denkt, en nu vind ik het genoeg. En dat is hoe je de takken erin maakt. Dat is precies wat ik hier bij die kleine boom ook gedaan heb. Maar er ontbreekt nog iets. Iets wat karakteristiek is. Is een sleper een lang penseel? Nou, op zich niet. Kijk, dit is hem in zijn geheel.
En het is de, ja, je kunt het al bijna niet meer lezen. Ik heb hier de verf er al af. Maar dit is de 5519. Dit is dus een penseel met echte haren. Maar dit is niet een hele lange. Ik heb die andere. Dit is een hele lange. Dit is echt een joekel. Waarmee ik vorige keer constant tegen de camera aan zat te tikken. Maar dit is echt een hele lange. Dit is ook een sleperpenseel. En die heb je ook hier. Daar zit iets duidelijker dat het een sleper is. Want er zitten lange haren op. Maar ja, er zit nogal een verschilletje tussen. Hè, met deze hoef ik niet steeds te dopen. Met deze ben ik na een streep van 10 centimeter mijn water kwijt. Dat heb ik bij deze dus niet. Bij deze kun je heerlijk je gang gaan. Dat is er zo lekker aan. Alleen ja, alle waar naar zijn geld. Zo is het natuurlijk ook wel. En nogmaals, van deze sleper is er een diervriendelijke variant. Waarmee ik niet wil zeggen overigens dat alle dierenharenpenselen dan ook maar op dieronvriendelijke manier gewonnen zijn. Maar er zijn natuurlijk steeds meer mensen die. Hij is nu wat droog aan het worden. Zo. Steeds meer mensen die ook voor synthetische alternatieven gaan. Wat ook helemaal prima is. Alleen die zijn nog niet binnen. De synthetische varianten. En deze, die is te pre-orderen op de website. Die staat klaar. En momenteel uitverkocht. Maar wordt besteld van de week als je. Tenminste, als hij nu wordt besteld, wordt hij van de week besteld. En dan stond geloof ik op eind januari geleverd dan. Dus dat. Oh ja, en ik was aan het vertellen. Wat nog een karakteristiek is van zo'n berk, zijn die kleine zijstreepjes. En daarmee, daar moet je ook niet moeilijk over doen, kun je gewoon met je penseel, met deze ook, gaan kriebelen langs die zijkant van die boom. En daar is dat puntje zo mooi voor. Daar kun je gewoon lekker mee aan de slag. Trekt het zo door naar beneden. Af en toe een wat langere streep. Wat korte streepjes. Maar stipjes. En die onderkant, heb ik al eerder gezegd, die mag echt donker worden. Niet bang zijn. Goed donker maken. Zeker als je nu naar mijn tekening of naar mijn werk kijkt en naar mijn voorbeeld. Maak het donker. Pak dat pigment op. Want je ziet hier veel te bleek, veel te bleek, veel te bleek, veel te bleek. Daar moeten echt nog lagen overheen. Dan maak je het interessant. En dan popt het eruit uiteindelijk. En zo. Dus dat is belangrijk, niet vergeten. En die streepjes, die komen overal in die boom. En dat is dan ook weer super relaxed met dit penseel. Want er zit zoveel kleur in, ik hoef voorlopig niet te dopen. Ik kan in één moeite door. Ik hoef niet bij elk streepje en bij elk vlekje hoef ik daar wat aan te doen. Bovenin mag het soms wat fijner zijn als hieronder. Hieronder mag je soms wel wat dikkere vlekken maken met die strepen ook. Want dat is allemaal wat grover als bovenin. Die hele stam is ook wat grover aan de onderkant. Nou, hier, ik zei net al, veel te licht, veel te licht. Dus hupsakee, kleur erin, pigment erin. En gaan. En wordt vervolgd live met dieren. Ja, ik heb. Het is niet dat ik geen dieren heb gedaan. Ik heb al twee keer twee soorten vogels gedaan. Ik heb een eekhoorn gedaan. Dus nu was het landschap wel aan de beurt natuurlijk. Maar er zal nog wel meer voorbij komen. Ik ben het nog niet zat. Dus. Wat je ook kunt doen, is nog weer een keer wat pigment pakken uit je napje. En die breng je hier aan. De precieze naam van dit puntige penseel, het is een nummer. Dit penseel heeft geen naam. Dit penseel, ja, het is een sleper, maar nummer 5519. Oh, ik ga het controleren voordat ik nu iets roep. Dan ga ik weer aan mezelf twijfelen. Ja, 5519, nummer 10. En hij staat, wacht, ik gooi de link er wel even in. Nog een keertje. Oh, chips, ik druk mezelf weg. Komt-ie.
plakken en gaan. Als je de link volgt, dan kom je bij de pre-order voor dit penseel bij de duif. Dan heb je tegen eind januari heb je hem binnen. En ja, niet goedkoop, maar fantastisch. En dat is ook wat waard. Wat ik nu doe, maak alle schaduwen dieper. Ik zorg dat overal die streepjes in die stammetjes ook zitten. Dat had ik eerst moeten doen, voordat ik de takken ging doen. Maar ja, ik wilde te graag. Maar goed. Alles kan altijd achteraf ook nog. Zoals je ziet. En dit is eigenlijk gewoon doedelen met een penseel. Een beetje strepen. En die schaduw die trek ik hier dan gelijk naar beneden. Beetje strepen, deppen. En gaan. Nou, en nogmaals voor degene die eventueel liever een synthetisch penseel zouden willen hebben van deze. Nog eventjes geduld. We zullen op de groep zeker even neerzetten wanneer die binnen zijn. Ja, dit zit er weer achter, dus het mag allemaal weer wat donkerder worden. En laagje op laagje op laagje krijg ik hier fantastische bomen, zoals je ziet. Ze worden echt al heel mooi. Hier ook een beetje streepjes. En zit ik hier nu moeilijk op te doen? Wel, nee. Ik zet streepjes, heb ik toevallig aan één kant van de boom gezet. Dat hoeft natuurlijk niet. Kan ik best aan die andere kant een beetje doen. Of hier als je denkt van, goh, hij valt daar een beetje weg tegen mijn achtergrond. Hop, een paar streepjes erbij. Klaar. Nou, ik zal straks nog één keer laten zien, maar ik wil toch nog eventjes ook wat... ik heb een haar te pakken. Zo. Hier nog weer wat schaduw. Gaat wel wat donkerder worden. En dan strepen we er gelijk wat in. En ik heb nog steeds met dit penseel niet opnieuw water gepakt. Want dat doet die mantel die er dus omheen zit. Die maakt mijn penseel nat. Het enige wat ik doe, is steeds wat nieuw pigment pakken uit het napje. Want ik vind hier, vind ik hem heel braaf. Alles een beetje in dezelfde tint. Dus dan maak ik hem nog wat donkerder. Op sommige plekken. Hier ook. Allemaal een beetje van hetzelfde. Ik pak er wat bij en dan wordt het vanzelf weer interessanter. De tak. Ook die tak. Die mag hier zelfs een knik hebben. En ook daar maken we met dat penseel. Zo. Wat streepjes erin. En deze die liep wat meer de boom in, hè, had ik gezegd. En zo. Ja, hij begint nu wat meer droog te worden. Dat merk ik. Ja, hoeveel heb ik ermee gedaan? Bijna het hele werk. Wat je ook kunt doen... Die berkenbomen, die hebben soms ook zo'n oog erin. Maak je een boogje boven, boogje onder, een beetje kribbel erin. En dan ga je weer verder. Het zijn ogenbomen. Dat noemen de kinderen zo op school ook wel.
Zo, dan heb ik wat dikker pigment gepakt. Schiet je een beetje uit langs je boom, maak je je boom gewoon wat breder. Ook dat geeft niet, want bomen die zijn niet egaal op één plek. En nu is het wel tijd dat ik even wat vocht erbij pak. Dan verdeel ik het gelijk hier op mijn palet een beetje. Het is zo rustgevend als je gewoon ook hier zo'n avondje lekker zo een beetje takjes aan het kriebelen bent. En een beetje, het is gewoon, vooral dit ook, het is doedelen met een penseel. Maar wat je maakt, ja, dat is geen doedelwerk, dat is gewoon tof. Dat zou je nog in kunnen lijsten. In je journal doen, want kijk, het ziet er echt, je krijgt echt een mooie effect mee. Nou, dan die boom hier aan de zijkant. En eigenlijk had ik beter van links naar rechts kunnen werken. Ja, als rechtshandig penseel. Het lijkt allemaal zo simpel tot je er zelf aan begint. Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje een kwestie van ervaring. Daar ben ik dan ook wel eerlijk in. Aan de andere kant doe ik dit zelf ook nog niet eens zo heel erg lang. En moet je ook gewoon een beetje durven. Durven en gaan. Net zoals hier ook. Ik had dat in het begin ook. En ik heb altijd opstartproblemen. Als ik zo'n wit blad voor mijn neus heb, dan denk ik, oei. Ja, nou, daar gaat hij. Nee, nog even niet. Nog even verder nadenken. En dat is, ja, een wit blad, dat is eng. En als je eenmaal begonnen bent, nou, dan ga je als een trein. Maar het is even een kwestie van durven en gaan. En zo. Hier. Hop. En wat doe ik nu? Trek gewoon zo'n tak erin. Ik heb niet over nagedacht waar die heen moet. Ik wil wel dat die donkerder wordt. Zo. En daarheen. Uiteindelijk die splitsen allemaal weer in allerlei kleine takjes. En dat is ook fantastisch. Allemaal met hetzelfde penseel. Geen gedoe. Geen gemuts. Alles met hetzelfde penseel. Van heel fijn tot gewoon breed. Bij deze boom, dat is nog wel de moeite waard om even te vertellen, lopen de takjes van die berk ook wat omlaag. Dus niet alle takjes rechtopgaand maken, maar juist die kleinere dingetjes een beetje laten afhangen. Zoals dit. Door aan die andere kant. Dolk, gaan we weer. Doen we ook. Hier. Trek zo. Nou is het moeilijk, want camera in de weg. Ik trek zo die lijn erin. En hier ook nog maar één. En dan kun je ze met gemak nog donkerder maken. Hier nog een splitsing erin. En dat gaat weer, omdat ik nu met een neutral tint die bomen maak, gaat dat er gewoon weer dwars overheen. Hier ook. Laat ik hier nog een horizontalere tak maken dan. Zo. Hier ook. Allemaal. Kleine zijtakjes eraan. Een beetje afhangend. En als je vindt dat je het te licht hebt gedaan, dan maak je het wat donkerder. Maar het is juist ook mooi als je dus wat van die lichtere takken erin hebt lopen. En je mag ook best een dwarsligger hebben. Nu maak ik ze allemaal weer netjes naar boven. Maar waarom gaat deze niet gewoon een beetje daarheen? Of een beetje naar beneden hier. Alles kan. Hier aan deze tak ook. En die maak ik gewoon hier weer dwars overheen. En zo. Een lijn. Een afhangend takje. Zo. En maak ik hier nou vast. En zo gaan we. Zo.
Even kijken. Klinkt bekend, heb één of twee ara's geschilderd met aquarel, niet dezelfde die jij hebt. Waar andere mag ik die plaatsen? Tuurlijk, Nettie, je mag alles plaatsen wat je gemaakt hebt. Dat is toch juist leuk? Als jij zelf iets maakt, weet ik veel, een kangoeroe of een struisvogel. Ik verzin maar iets wat in mijn hoofd opkomt. Moet je ze juist laten zien? Hartstikke leuk juist om elkaar een beetje te inspireren ook op die manier. En het hoeft echt niet allemaal, je mag het alleen maar laten zien als Ilse het gemaakt heeft. Nee joh. Gewoon lekker alles laten zien wat je maakt. Het houdt de groep ook lekker in leven. Kunnen we allemaal genieten van mekaars mooie werk. Hartstikke leuk juist. Zo. Nou, en hier moeten nog veel meer takken. Maar al die takken, dat is nu echt wel een beetje meer van hetzelfde verhaal. Dus ik ga toch even over dan naar wat sprietjes. Bij die bomen aan de onderkant. Ook, na drie keer raden, met hetzelfde penseel. Dan kunt u voor die bomen, achter die bomen, door die bomen, gewoon wat sprieten van planten neerzetten. Dat zorgt er ook weer voor dat de boel gaat leven. Hier heb ik ook een borstage gemaakt van gewoon wat sprietenplanten. En hier nog een paar. En als je dus maar aait met dat penseel, krijg je kleine penseelstreekjes. Nou, deze. Die is nog te licht, want ik had gezegd, die bomen die zijn donker aan de onderkant. En zo kun je nog heel wat lagen aan gaan brengen. Nou, schaduw. Want er kwam net een vraag over schaduw. Er moeten echt nog meer takken bij, want dat is tof. Kijk maar hier ook, om even een vergelijkingsmateriaaltje te hebben. Zie je? Echt nog wel wat meer takken, maar en ik zal mijn voorbeeld wel even uploaden in het fotoalbum. Dan kunnen jullie daar ook gewoon kijken hoe ik het gedaan heb. Want van kijken en nadoen leer je hartstikke veel, want dat heb ik ook gewoon gedaan. En doe ik nog steeds wel eens, als ik iets op YouTube een tutorial zie, dan denk ik ook van, hey, hoe heeft die mevrouw dat gedaan of die meneer, ik ga even kijken. Zou ik graag mijn oude adelaar in pastel willen plaatsen? Misschien als idee. Lekker doen, Renate. Dat laat zien wat je maakt en wees er trots op. Juist, weet je hoe leuk dat is? Als je ook een complimentje van mensen krijgt om wat je hebt gemaakt. En dat mensen het misschien wel na willen maken. En tenzij je dat niet wil, dat mensen het namaken. Want ik zeg altijd wel, weet je, alles wat je op internet zet, wordt nagemaakt. En als je dat niet wil, moet je of heel expliciet bijzeggen, niet namaken. Oh, wacht, dit is grijs. Of je moet het voor jezelf houden. Maar het is ook, ja, ik maak de dingen ook om mensen te inspireren. Het enige wat dan natuurlijk niet leuk is, als je bijvoorbeeld een workshop maakt, dat mensen die dan zelf gaan geven of dat soort dingen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wat ik nu ondertussen aan het doen ben, is veel te veel indigo op een blad doen. Maar ik wilde dus een schaduwkleur doen, maar ik maak hem veel te donker. Dus dan doe ik mijn waterspray, flink wat water hierop. Zo. Want de schaduwen, daar kreeg ik vragen over. Dus dat gaan we doen, hier bij die bomen. Ga ik hier een schaduw aanbrengen. En je kunt ervoor kiezen om hem zo hard te laten opdrogen. Je kunt ervoor kiezen om die rand een klein beetje te vervagen. Ik vind dit vervagen vaak het mooist. Dan gaan we door naar de volgende. Hier ook. En nu moet ik om de bomen heen. Had ik dit eerder gedaan, had ik het makkelijker gehad als de masking fluid er nog op zat. Maar joh, wij maken nergens een probleem van. Ja, de schaduwen maken we hier ook. Zo.
En die schaduw maak ik met indigo. En wat ik ook doe, nou, eerst even de randjes vervagen. Zodat die iets minder hard zijn. Het hoeft niet helemaal glad en helemaal weg. Even een klein beetje die je penseel over het randje halen. Dan wordt hij mooier. En wat nog mooier is, en dat moet je niet vergeten, is aan de basis nog een keer wat donkerdere pigment aan te zetten. Zo. Want de schaduw is altijd bij het beginsel het breedst, het donkerst. Dus dat doe ik hier ook. Even hier bij het begin van de schaduw meer pigment aanbrengen. Zo. Nou, die bomen die hebben natuurlijk ook schaduwen. Dus ik neem mijn penseel. En wat doe ik? Even kijken hoor. Ik heb nu een nummer 6. Ik had voor die bomen ook nummer 8 kunnen pakken, maar die heb ik nu niet bij de hand. En ik trek een schuine lijn. Ik zet mijn penseel hier neer. Ik doe hem even wiebelen aan de aanzet. En een schuine lijn. Wel ongeveer dezelfde richting op. Hier ook weer. Even wiebelen bij de aanzet. En een schuine lijn. En dan duw ik dat pigment terug naar die aanzet. Want ik zei net, daar is het donkerst. Nou, hier ook. Hop. En een schuine lijn. En dit gaat daar naartoe. Hier is het sowieso donker. En die valt eigenlijk hier weer in. En deze hier. Zo, hopsakee. Dat kun je laten drogen. Je kunt ook nu nat in nat hier meer pigment aanbrengen. Want bij die aanzet mag het best wel donker zijn. Je kunt zelfs je schaduw een heel klein beetje je boom in laten lopen. Omdat het zo donker is, zie je dat namelijk niet. Niet te veel poetsen in die schaduw. Aanbrengen en laten gaan. Hier is het donker, want dit is tussen twee bomen, dus die mag wat donkerder worden. En je trekt hem naar de rand. Ook die bosjes zouden schaduw kunnen hebben. Deze boom heeft natuurlijk ook een schaduw. Pak ik het waterige mengsel. Je trekt die lijnen weg. Zo, even kijken dat hij ongeveer wel weer even schuin loopt. Zo. Nou, en als ik dit nou, ik vind deze een beetje te heftig, te donker. Ik kan heel even met een waterpenseel in een rechte streep overheen, trek ik het een beetje weg. Maar ook hier, aan die aanzet, mag die donkerder. Dus ik pak wat pigment en ik maak hem donkerder. En van indigo schrik je vaak als je het aanbrengt. Dat heb ik ook al vaker gemoeid. Hier moet je kijken. Boyo, echt heel donker. Maar het droogt altijd wat aardiger op als dat het er in eerste instantie uitziet. Maar je moet niet te veel werk steken in je schaduw. Een lijn en een streep is vaak al genoeg. Nou, en zo, en met een heel stapel takken erbij, heb je eigenlijk je werk. Uiteraard, ergens in de hoek of ergens op je werk, je handtekening zetten, signeren, want dit heb jij zelf gemaakt. En dit is een echt zelfgeschilderd werk. Je hebt de bomen, de bomen heb je zelf neergezet. Aan de hand van een voorbeeld, maakt allemaal niet uit. Dit verdient het. Om netjes gesigneerd te worden. Nou, nog één keer dan over die penseel. Ik zag dat er nog net een vraag was van ja, wat is het nou, een triangelpenseel? Of, nee, het is een penseel.
Ik heb er ook nog een kleintje van, maar dat is wel van een ander merk. Maar het is hetzelfde principe, maar dan is die droog en dan kun je het beter zien. Het is een penseel met twee soorten haar. Geef, waar is die? Hier. Deze is droog en pluizig nu. Maar het is een penseel met twee soorten haar. Een kern van marterhaar en een mantel, dit korte, van eekhoornhaar. Dat marterhaar, als je deze dus nat maakt. Zo, zie je, dan wordt het heel mooi puntig. En met dat puntige gedeelte trek je dus al die lijnen. En nou is het bij deze weer beter zichtbaar. Dit puntige gedeelte, dat zorgt dus voor al die lijnen. Mooie lijnen, het is een flexibele kern. Dat is een beetje jammer als ik mijn hand weghaal, dan gaat hij uitzoomen weer op die... Een flexibele kern, dus je kunt er echt heel mooie zwiep en strepen mee trekken. En die mantel van dat eekhoornhaar die eromheen zit, die houdt de boel vochtig. Zie je, dat zijn die korte haren weer. Ik wil hem wel netjes behandelen, dus ik trek hem niet te veel uit elkaar. Maar dat is dus het penseel waar ik al die strepen en dingen mee gedaan heb. Er gaan er nog een heleboel bij komen. En ik ben er heel erg blij mee. Zeker voor zoiets. Dit was het wel eigenlijk voor vanavond. Want ik kan hier nog 3 kwartier strepen zitten trekken. Maar dat wordt er echt niet interessanter op. Dat moet je gewoon lekker zelf gaan doen. Ik heb zo ongeveer alles wel laten zien wat er te zien valt in deze lijf. Ik heb gezien hoe ik de lucht heb gemaakt. Over die takken, daar kun je weer heen. Dat zie je dan bij deze vooral goed. Ik ben begonnen. En dan zie je ook echt dat er een donker en licht verschil in die takken zit. Dat is juist tof. Je ziet wat takken, die zijn wat lichter hier ook in die bovenkant. Hier zit hele donkere takken. Kijk maar eens goed naar een boom. Zo ziet een boom er ook uit. Ik hoop net zoveel landschappen te zien deze week als dat ik ara's heb gezien. Dat zou echt heel gaaf zijn. En vrijdag ben ik er weer. Dan gaan we mixed media doen in het teken van Valentijn. Lekker met stempels en andere dingen aan de slag. En volgende week gaan we op woensdag met pastel aan de gang. Nu een aantal keer aquarel en de volgende wordt pastel. Dus ik hoop jullie allemaal vrijdag en volgende week weer te zien. En nog een hele fijne avond en bedankt voor het kijken. Doeg!